Welkom bij Koken met Kennis. In deze video ga ik een tomatensaus maken. Niet zomaar een tomatensaus. Het is een tomatensaus voor de dappere kok. En waarom voor de dappere kok? Ik ga namelijk een beetje baking soda toevoegen. Nou, wanneer ik dat doe en hoe ik dat doe en waarom ik het doe, ga ik uitleggen in deze video. En daarbij gebruik ik mijn GoPro. Goed, ik ben even wat groente aan het snijden voor die tomatensaus. Knoflookje. Lekkere ui en die ga ik zo fruiten in olijfolie. Goed, bij die tomatensaus ga ik ook een lekker pastaatje koken. Nou, het water kookt en heel belangrijk bij pasta, altijd wat zout in het water. En ik reken 1 liter water op elke 100 gram pasta en ongeveer 10 gram zout per liter. Klinkt veel, maar zout is echt dé manier om pasta niet te laten kleven na het koken. De pan is heet, groenten in de pan. Nou ja, voor zo'n tomatensaus is prima hoor. Kan allemaal gewoon gelijk erin. Even die groente fruiten. Zet ik die groente even aan deze kant. In deze pan ga ik het gehakt bakken. En ik gebruik vegetarisch gehakt. Dan kan ik het ook meteen aan mijn kinderen serveren. Die eten geen vlees namelijk. Boter in deze pan. Die groente, die bak ik in olijfolie. Maar dat vlees, dat doe ik in een beetje boter. En dat doe ik eigenlijk vooral voor de smaak. Kijk, mijn boter is mooi bruin. Nu gaat het gehakt erin. Nou kijk, dit is eigenlijk normaal de manier waarop je gehakt fruit. En je kan dit natuurlijk ook perfect doen met gewoon gehakt. Kijk, nu komt het moment waar de dappere kok om de hoek komt kijken. Baking soda. En baking soda is eigenlijk een van de weinige bazen die we hebben in de keuken. En wat is een bazen? Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van een zuur. Ik doe er een theelepeltje van in. Een bazen smaakt een beetje naar zeep. En nou ja, dat klinkt heel vies, maar wat doet die bazen? Wat doet dat baking soda? Die versnelt alle reacties, de chemische reacties die hier hartige smaak veroorzaken, die worden versneld met een beetje van dat baking soda. En een van die reacties is de Maillard-reactie. Een hele belangrijke reactie die zorgt voor hartige smaken. En terwijl ik dit zo aan het bakken ben, gaat die Maillard-reactie dus extra snel. Krijg ik extra veel hartige smaak aan dit gehakt. En dat, ja, dat is de truc eigenlijk van een gehakt saus waar je enorm veel smaak aan krijgt. Oké, lekker bakken, maar hoe krijg ik dan straks dit weer neutraal van smaak? Ik bedoel, ik heb er nu net eigenlijk een beetje een zeepsmaakje aangegeven. Nou, dat is heel simpel. Dat doe ik met een beetje balsamico-azijn. Dan heb je bazen en zuur nu weer terug. En ja, dat wordt dan neutraal. En ja, hoe weet ik of het neutraal is? Daar heb ik de... kan je mijn tong zien? Nee. Daar heb je natuurlijk je mond voor om te proeven. En dit smaakt prima. Er zit heel veel smaak aan. Ga ik wel even naar de andere kant. Want hier, mijn groentetjes zijn mooi gefruit. Kan die tomatensaus erbij. En dan doe ik zo die... Doe ik bij die. En dan heb ik mijn gehakt saus voor de dappere kok. Of mijn tomatensaus voor de dappere kok. Heb ik gereed. Lekker koken. Nou, waarom bereid ik dat gehakt los van die groentesaus? Nou, dit is één belangrijke reden. In tomaat zit heel veel zuur. En ik wil juist die Maillard-reactie versnellen. Dat doe ik door bakpoeder toe te voegen. Dus als ik daar ook meteen zuur bij doe, ja, gaat het hele verhaal niet op. Dus je maakt eerst gehakt op smaak. En daarna gaat dat gehakt bij die tomatensaus. Zo hebben we iets wat lijkt op een pasta bolognese saus. Of een pasta polonaise. Nee, nou ja, ik noem het gewoon een lekkere tomatensaus. En dan doen we zo nog wat kruiden doorheen. Een laurierblaadje erbij en dan laat ik het nog lekker even pruttelen. Zo, dit ruikt echt heerlijk. Nou, nog een klein beetje peterselie hakken. Om er overheen te doen. Kan er ook wat peterselie meetrekken natuurlijk. Maar ik vind vers gehakt eroverheen altijd erg lekker. Sausje erover. Beetje peterselie. En dan natuurlijk goede pasta. Daar hoort een beetje parmezaanse kaas overheen. Nou, kijk eens. Heerlijke pasta met tomatensaus voor de dappere kok. Vond je deze video leuk? Like hem dan. Wil je meer koken met kennis? Subscribe. We'll be right back.